Een hele goede dag, feitpress.nl. We zijn hier met de nieuwe champ. Ik hoef hem niet meer voor te stellen. Jullie kennen hem al. Zakaria Tijati. Ik zag je broer, zag ik hier zo staan. Adelaars op. Ik ging er even naar hem toe. En hij was precies zo stond hij. Te kijken. Focus. Gefocust. Yeah. Ik denk dat hij sowieso een paar tips heeft gegeven. Sowieso, man broer. Sowieso. Ja. Het zijn een beetje inhoud. Maar nu heb ik die partij al gevochten. Ja. Maar zijn tip is altijd gewoon, ga niet te agressief doen. Ik ben wel eens best wel agressief. Ja. En dat is af en toe mijn valkuil geweest. Hij zegt, hou je gewoon aan de plan. Ja. Plan A lukt niet, gaan we naar plan B. Maar wel gewoon doen. Want soms als je boos wordt, dan vergeet je plan B, C, D. Snap je? Zeker weten. Dus, dat was zijn advies, man. Wat is het grootste verschil? Eerst was je natuurlijk eerst bij je broers. Nu ben je overgestapt naar een andere gym, Colosseum. Ja. Ergens in een ander interview had ik ooit gezegd van oké, ik weet dat ik snel ben, maar nu wil ik wat meer gaan werken aan mijn kracht. Ja, klopt. Wat het verschil is, nog steeds zijn mijn broers coaches in mij, achter de schermen en zo met alles. Maar nu zitten we gewoon op één structuur. Ik train elke dag met mijn trainer Benny. Ja. En mijn broers geven me de steun die ik nodig heb achter de schermen. Maar nu hebben we gewoon één structuur en dat is eigenlijk het verschil. Dus we doen alles onder één dak en gewoon professioneel. Dan heb je één structuur, één lijn, dan ga je niet in de war raken. Zeker weten. Eerst was krachttraining ergens anders, techniek bij mijn broer. Ja. En natuurlijk de emoties. We hebben te veel love voor elkaar. Ja. En het is niet meer professioneel, het is gewoon te veel emoties, snap je? Ja, maar ook emotionele beslissingen en zo. Maar nu, je ziet nu, ik krijg begeleiding vanuit buiten van mijn broers. En het gaat gewoon heerlijk. Objectief. Ja. En mijn trainer en mijn team is gewoon top, man. Ik krijg alles steun. Ik denk en we hebben gewoon, het is gewoon één grote team. Dat is ik denk het is een warm nest. Nu zit je met verschillende vechters die allemaal één soort doel hebben. Klopt. Dus dan is trainen sowieso, was je sowieso al gedisciplineerd. Anders zou je niet komen waar je nu bent. Zeker. Maar het maakt het wel makkelijker. Zeker. Dat de hele groep gewoon wil presteren, die drang. Zeker. En we steunen elkaar allemaal. Dat is wat mij tenminste heeft warm gehouden en waarom ik mij thuis voel. Ja. Colosseum. En nog steeds mijn jongens vanaf jongs af aan, zoals Walid Hamid en zo. Daar heb ik nog steeds strakke contact mee. Ze zijn allemaal één team. En de boys van Colosseum is echt mijn sowieso love. Ik hou van hen allemaal. Je hebt vandaag gezien hoe ze achter me stonden, toch? Iedereen was daar. Ja, man, love. Dus dat is wel echt. Wanneer moet je je titel gaan verdedigen? Dat weet ik niet, maar ik heb hem vandaag gehaald en ik ga het horen, man. In april waarschijnlijk? Waarschijnlijk wel, maar misschien, je weet niet wat er in april nog... Ja, toch? Misschien wat voor april, komen gaat. Heb je misschien voor april nog wedstrijden? Nu heb ik in week februari heb ik in het buitenland iets. Maar daar kan ik nog niks over kwijt. Ja. Maar jullie gaan mooie dingen zien, man. Ik heb sinds april weer niet gevochten. Ja. En dat zag je ook een beetje terug, tenminste... Een beetje stroef begonnen, ja, maar... Ja, stroefjes, snap je? En, wat vond je gewoon gelijk één ding wat je denkt van oké, dat ga ik gewoon... Ik vond gewoon wat jij zegt, dat ik vond mezelf een beetje te stroef en toch wel op karakter vecht. Ik ben normaal veel slimmer. Ja. En dat is een beetje, man, die karakter, je weet toch, was een beetje te agressief. En dat is die stroef, dat was die... Maar misschien omdat je thuis niet hebt gevonden. Ja, dat was die roest. En deze, man, deze heeft me een beetje pijn gemaakt. Ja, toch? Maar en die jongen was een technische jongen. Ja. Was niet echt een killer. Ja, ik vond hem gewoon slim. Ja. En dat soort vechters zijn, vind ik, lastiger dan iemand die gewoon beukt. Dan speel ik het meestal. Ja, dan is het makkelijk. Ja, bij jou heb ik altijd gezien, sowieso voorste voet, hou je altijd hoog. En achterste voet, dus je wisselt het steeds op. Dat vind ik mooi van je. Serieus. Weet je dat? Dus jullie gaan hem best, zien. Man. Jullie gaan hem zien. Volg hem, februari gaat hij weer opnieuw ergens anders vechten. Dit moment is hij gewoon de champ. Dus als je hem wil uitdagen, kom hem halen. Je bent welkom. Maar de man houdt jullie ook op de hoogte over wat er komen gaat. Feitpress.nl. Daar gaat dingen van me horen. Sowieso. Yes. Love. Thanks, man. Thanks, bro. Love. Thanks voor de tijd.